Benito Wijnerman, 42, heeft dinsdag tijdens een vechtpartij het leven gelaten. De politie van Latour begaf zich naar de Surimambo-weg voor onderzoek. Wijnerman werd aangetroffen met een ernstige verwonding in zijn gelaat dichtbij zijn rechteroog en vertoonde geen teken van leven. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. Onderzoek wees uit dat tijdens het feest een vechtpartij uitbrak tussen twee groepen personen. Wijnerman moet deel uit hebben gemaakt van een van de groepen. Hij belandde op een gegeven moment op straat waarbij hij een vuistvuurwapen tevoorschijn moet hebben gehaald waarmee hij schoten moet hebben gelost. Niemand is daarbij gewond geraakt. Een groep mannen moet hem vervolgens hebben aangevallen, de mannen hebben Wijnerman zwaar mishandeld, hoogstwaarschijnlijk is hij ten gevolge van deze mishandeling doodgegaan. Meldt de politie Public Relations, het ontzielde lichaam van Wijnerman is in opdracht van het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen door de politie. Het verdere overgedragen is overgedragen aan de afdeling Capitale Delicten, er zijn nog geen aanhoudingen verricht.